Zet hem op allemaal. Zijn jullie er klaar voor? Maak je maar geen zorgen. Wij zijn echt tip-top in orde. Familie, kom kijken. We kunnen de actie volgen via de camera's die ik in de kamers heb geplaatst vorig jaar. Vannacht. Oh, beweging in de tweelingkamer. Daar komt het. Huh? Ik dacht toch echt dat Louen ze ging pakken met een emmer vol vet. Of een sok vol met muntjes. Oude Lincoln is in beweging. Langzaam. Oh, mam, ik kijk niet. Wat gebeurt er? Is hij gewond geraakt? Nou, zijn rug doet wel pijn, maar dat had hij waarschijnlijk al. Wat is er mis hier? Waar blijven al die grappen? Waarom gaan ze het huis uit? Wat is dit? Ik heb heel veel geld betaald zodat zij gepakt zouden worden. Kijk niet naar mij. Kijk naar de monitors. Ik heb overal camera's, zodat jullie kunnen meekijken. Tata! Het is ouwe Lincoln. Wat doet hij daar? Is hij verdwaald? Juf Johnson, ik ben het, Lincoln. Ik ga geen dag op school zijn zonder het u te zeggen. U bent het centrum van mijn universum. Ik hou van u. Oh, nee. Wacht, dat is de Missus Studio. Hi, Lindsay. Ik weet dat ik Miss Junior Royal Woods dit jaar won. Maar de waarheid is, jouw nek is rechter. Jouw haar krult beter dan het mijne. En jouw baton twirlen is ronduit fabuleus. Dus hier, deze is eigenlijk van jou. Oh, zoete ironie. We gaven Louen de perfecte wapens om ons te pakken. Oh nee, mijn salon. Zo hip, mijn permanent. Ik laat het aan al mijn vriendinnen zien. Gasten, stop! Ik denk dat ik toch een hele andere kant op wil. Oh nee, dat is niet eens goede polka. Eel, 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 een worm. Ik zou niet weglopen, maar opeten! Waarom speelt mijn dubbel tegen die kruk? Dat is nou niet bepaald een zware tegenstander. Nee! Mijn 300 punten binnenreeks! Wat is er daar aan het doen bij mijn uitgever? Ik weet dat ik zei dat ik nog een maand aan mijn boek wilde werken, maar ik heb besloten dat het toch wel af is. Nee! Het eind is verkeerd! Ik wil dat het een droom blijkt te zijn! Collega's? Ik denk dat mijn nieuwste presentatie jullie figuurlijk versteld zal doen staan. Dit is een poesje. Het zegt me jou. De ogen zijn de poort tot de ziel. En het is tijd dat ik ze laat zien. Snak, die mogen juist nooit gezien worden. Bangers & Mosh, het Britse eetcafé en rockpodium. Wat doet hij daar nou? Welkom bij de Ben je een echte Engelsman trivia spelquiz. Eerste vraag. In welke stad staat de Tower of London? Oh, deze weet ik. Rome. Dankjewel dat je helemaal hierheen kwam, Boebobeer. Ik heb je zo gemist. Oh, dat was mijn schoen. Dat was mijn andere schoen. Ik heb een paar extra schoenen in mijn tas. Mam, wat doen jullie? Zie je dat niet? We verhuizen, lieverd. Ga je spullen maar pakken. Wat? Waarom? We kunnen niet meer blijven. Je hebt onze levens hier verpest. Oké, dan. Ja, goeie truc. Jullie hadden me zowaar bijna te pakken. Is dit de Harry-familie? Hey, wacht nou. Het spijt me van alle grappen. Doe, we moeten blijven. Het is te laat om nog te stoppen. Nee, dat is het niet. Ik bel iedereen bij wie ik jullie belachelijk maakte. Ik zal alles uitleggen. Dat zal nu toch niks meer uitmaken. Goed, dan zien we u in West Florida op dinsdagochtend. Nee, we kunnen hier niet weg. Royal Woods is ons thuis. Het spijt me zo. Ik zal jullie nooit meer meenemen. Dat moet ik absoluut toegeven. Jullie beginnen er behoorlijk goed in te worden. Maar misschien moet je die wagen terugroepen. Ach, weet je, de meeste dozen waren leeg. Behalve die gevuld met jouw spullen. Dus misschien moet jij hem terugroepen. Nee, kom terug! Lanceer de Chancla!
mogen niet eten wat we willen. Niet spelen wanneer we willen. We mogen helemaal niks. We moeten terugvechten. We gaan protesteren. We staken met onze taken. Dan riskeer je wel de Changla. Sergio, je hebt gelijk. Het zijn die Changlas. Die zijn de bron van haar kracht. Als we die kunnen lozen, zal Abuela geen controle meer over ons hebben. Hij heeft gelijk. Het is nog nooit eerder gedaan. We moeten het proberen. Licht uit! De Changlas zijn van mij. Je bent een held. Eindelijk Changla vrij. Nu kunnen we doen wat we maar willen. En morgen wordt voor onze prachtigste dag aller tijden. Goedemorgen, Abuela. Kom maar op, Sergio. Wat doe jij daar, señorito? Ik pin mijn eitje een beetje. Oh ja, ik kan mijn Changlas vanochtend niet vinden. Ach ja. Is niet erg, Michel. Eet je slagroom, huevos. Dat zijn bijna twee voedselgroepen. Mam, heb je nog iets lekkers in huis? Ik heb honger. Hebben jullie het gehoord? De Changla is weg. We kunnen doen wat we maar willen. Wow. Volwassenen zijn ook bang voor de Changla. Sinds onze jeugd beheerst de Changla ons leven. En nu zijn we vrij. Oh, wow, tia. Adios, Changla. Frida, Carlos, kom vlug naar huis. De Changla is weg. Zeker toch? Dit wordt echt dikke pret! Ik heb nog nooit zoveel lol gehad. Dit moet ik delen met El Falcon. Maar waar heb ik hem gelaten? Goor! Waar ben je nou, El Falcon? Heeft iemand hier mijn... Oh. Is dat mijn Monkey Grip haargel? En mijn Halloween snoepjes? Vlieg erop af! Heb jij El Falcon? Je weet best dat dat niet mag. Changla, geen regels! Wow! Falcon! Ja. Abuela, CJ Carlitos Abuelo en Lalo pakten mijn spullen af en maakten El Falcon stuk. Waarom maak je dan niet iets van hen stuk? Mam, pap, gelukkig, jullie zijn thuis. Jullie kinderen zijn losgeslagen. Ik haal niet nu. Ik luister naar mijn muziek. En ik ga skateboarden in de hal zonder broek. Ik wil heel graag slapen. Wat? De muziek harder? Oké. Hey, dat is mijn DJ-set. Feesten en nooit meer naar bed? Oké. Wat heb ik gedaan? Ik moet de Changlas terugbrengen naar Abuela. Zij kan alles herstellen. Haha, hebbes. Het feest is voorbij. Geef ons de Changlas. Geef ons de Changlas. Geef ons de Changlas. Kom terug, Changlas, kom terug. Wacht, het was een droom? Het was echt een droom. Changlas maak je. Luna, pak mijn voet. Dan trek ik je zo in veiligheid. Ga niet, gast. Vette gelatinehanden. Ik ben cool, afval, we zullen door. Verkeerd!
tafel, meneer. Een andere kamer graag. Best. Ik geef jullie 1A. Prinsessen eerst! Ik stonk erin. De echte 1A is hiernaast. Raak die deurklop niet aan. Je weet wat er met Leni gebeurde. Hoi allemaal. Ik heb een idee. Val aan. Ben oké. Ik land in taart. En natuurlijk is het rabarbertaart waar ik allergisch voor ben. Ik kan er niet meer tegen. Ik ga onmiddellijk weg. Mijn wenkbrauwen! Snel, naar de kelder. Dat is bij een noodgeval altijd de veiligste plek. Lily, nee. Straks is het een val. Oh, nee. Ik zit in een val. Red jezelf. Zeg vaarwel tegen je moeder en kom mee. Zeg me dat dit geen bleek is. En het is bleek. Ga door zonder mij. Ik wil zo niet in het openbaar gezien worden. Oké, even overleg, jongens. Ik weet dat we hier met bosjes tegelijk sneuvelen. Maar verlies de moed niet. Als we samen blijven, moet het goed komen. Lin Junior, hou jij onze Lily vast. We gaan een goede verstopplek zoeken. Het is dus alleen nog wij twee, jongen. Zullen we ons verstoppen in het boilerhok? Het dak komt hierna. Het dak komt hierna? Hoe bedoel je dat? En waarom keek je net op je arm? Wat? Ik, hè? Kamer 2C, de hal, lobby, kamer 1A, het washok. Dat zijn alle ruimtes waar we gepakt zijn. Je hebt daar geholpen. Ja, oké, ik geef het toe. Kan jij je eigen familie zo verraden? Luwen beloofde me 10 jaar grapvrij. Echt, 10 jaar. Ik hoop dat het het waard was. Oh, wat was het niet waard. Ik voel me vreselijk. Wat voor een vader ben ik. Wat voor een echtgenoot. Het is al goed, pap. Jij bent niet de schurk hier, maar Luwen. Nee, jongen. Ik ben net zo schuldig. Ik deed gewoon met haar mee. Maar misschien kan ik het allemaal nog goed maken. Zullen we operatie Vind Onze Familie en Neem Wraak op Luwen voor zoveel jaren emotionele schade en ook bedenk een kortere naam voor deze operatie in gang zetten? Ik doe mee. Mijn grappen bereiken straks nieuwe hoogte. Snap je? Oh, er is hier niemand. Hallo, manager. Dit is Lin Harry Senior. Mijn zoon en ik wilden net naar het dak gaan, maar nu lijken we vast te zitten in de lift. Oh, ik kom er meteen aan. Dat heb je nou altijd als je werkt met amateurs. En hij doet het weer. Hey, wat? Kom op! Ik wil nog eens! Wacht eens even! Lijm? Kool! Oplichtertje! Je bedoelt rijke oplichter! Oké. Dat was het dan. We geven niet op. Er moet toch iets zijn wat we nog niet bedacht hebben? Wat voor stand is dit? Oeh, ik snap het. Een ga zitten stand. Je betaalt om te gaan zitten. Goed idee, kinders. Hoeveel vragen jullie? Oh, eigenlijk, Mabel, is het... $5. En de kassa rinkelt weer. Kom hier en ga zitten. De enige zitstand op de braderie. Dit is gaaf, zeg. Hey CJ, kun je naar de Mercado gaan en chips halen? We rekenen extra voor snacks. Aye, kapitein. Oh ja, graag. Jongens, we hebben meer klanten dan plek om te zitten. Oh, wat moeten we doen?
Geen zitplek meer. Kom mee, dan gaan we. Momentje. We halen meer stoelen van boven. Schiet een beetje op. Mijn benen zijn zo moe. Zet nog eens een beetje kracht. Ik doe mijn best. Losgeslagen van. Gebeurt het vandaag nog? Eindelijk. Wij zijn beschadigd. Trek terug. We spreken jullie. Red jezelf. Naar de garage. Luanne, hou daarmee op. Ik blijf het zeggen. Ik ben gestopt. Er is een andere plaaggeest. Nou, we zeggen dag, Bonnie. Jullie vader heeft gelijk. Ze liegt overduidelijk. Kom, we gaan hier weg. Ja! Nee! De plaaggeest wil juist dat jullie dat doen. Ik weet hoe ze denken. Stel dat Luanne de waarheid vertelt. Maak jij nou een grapje? Denk nou eens na. Deze grappen zijn helemaal niet haar stijl. Waar heb je het toch over? We zitten onder de vieze troep. Maar de laatste keer dat Luanne verse slagroom gebruikte, droeg de tweeling nog luiers. Ze pakt meestal bedorven spul om wasberen te lokken. Misschien moeten we haar laten helpen om de echte plaaggeest te vinden. We laten je kamer intact als gedenkteken. Stop! Er klopt hier iets niet. Wat? Waar? Kijk naar de bank. Wat? Dat is gewoon Charles die een pakje sap drinkt. Volkomen normaal. Charles, kom eens even hier. Nee! Nu. Oké, zoiets heb ik Charles nog nooit eerder zien doen. Omdat het Charles niet is, Lincoln. Het is... Lily! Wacht, Lily is de plaaggeest? Dad! Wauw, dit is wel heel erg indrukwekkend, Lily. De slagroom, de toiletraket. Luanne, focus! Oh, ja. Sorry. Lily, je moet de grote finale afblazen. En wel nu meteen. Nee, dat wil ik niet. Oké, kids, we zijn er. Ik kreeg net een appje van Luanne. Lily is de plaaggeest. Wat? Maar Lily zit hier. En ze is toch zo'n lieve meid. Oké, let op. We zitten vast. Monsterbus constant rondjes laten rijden. Voor eeuwig. Dat is echt duister. Grappig, maar duister. Sorry, Lily, maar Lincoln en ik zijn hier om je te stoppen. Giet op, anders ontsnapt ze. Ze is op zolder. Ze is werkelijk een geniale plaaggeest. Ik zet het controlepaneel uit. Lincoln, leid haar af. Luanne, schiet op. Haar kleine tandjes zijn zo scherp. Verdikkie, die had ik aan moeten zien komen. Luanne, schiet op. Ik kan haar niet lang meer houden. Oh, hé! Hey, daar is het sapje dat ik zocht. Luanne, doe nou! Juist, juist. Ik denk dat ik nu auto's haat. Heb je het nogal wel, hè? Lily, je hebt huisarrest tot je 16e. 21ste. Dat is eierwater. Eerlijk gezegd, die was van mij. Ik zweer het, ik was echt gestopt. Maar vandaag heeft Lily ervoor gezorgd dat mijn passie voor poetsen weer is teruggekomen. Yes! Hé, wacht. Lily, deed je het allemaal daarom? Zodat ik er weer mee zou beginnen? Dad. Oh, dank je. Je kent me.
twee van zulke? We hebben er twee van grootgebracht. We moeten wakker worden uit deze nachtmerrie. Ik mis mijn tjoek-tjoek-lakens. Ik mis het dat jij niet hier bent. Hou op! Dat was nou ongeluk. Goed dat je Abuela het niet gezien heeft. Volgens de logica wil je juist dat ze het ziet. Het bewijst dat ongeluk overal voorkomt. Wacht even, ze heeft gelijk. Als we Abuela laten zien dat ongeluk ook hier kan zijn, mogen we misschien wel naar huis. Pannenkoek, pannenkoek, maak pannenkoek. Nog een snufje kaneel. Fase 1, operatie Zouten. Dat is heerlijk. Ik wil heel graag jouw recept. Zoute pannenkoeken? Dat is apart. Zoute? Saladus, oh nee. Zout is een teken van ongeluk. Oeh, des te meer voor mij. Fase 2, code zwart. Fase 2.5... Code Krim. Ah, alle kleren zijn gekrompen en zwart. Dat is een slecht teken. Oh ja, Abuela. Heel erg slecht. Igolé. Tocht het hier binnen? Fase 3. Code doortrekken. Daar gaat ze. En daar drijft ze. Frida, dit boek over de historie van waterglijbaan is fascinerend. Het voelt alsof ik er echt in zit. Je maakt het nog erger. Ai, ai, ai. Schiet op, Anna. Waterval recht vooruit. Ah, mijn kinderen. Ik kom eraan. Zout eten, zwarte was, drijvende doodskist. Nou begrijp ik het. Dat ongeluk overal kan zijn? Zie! Overal waar wij zijn, omdat wij het ongeluk zijn. Huh? Wacht, wat? We moeten ergens heen waar we geen kwaad kunnen. Naar het bos! Wat? Abuela, nee! Ik haat natuur! En natuur haat mij! Kunnen we er alstublieft eerst over praten? Er is geen tijd! We moeten meteen inpakken! Wauw, ik heb nog nooit een plan echt zo verkeerd zien gaan. Je mag mijn kompas wel lenen. De enige manier dat wij naar het bos gaan is als Abuela ons er gillend naartoe sleept! Abuela! Stop, meneer! Carlos, doe toch iets! Mama, wees nou redelijk! Ze zeggen dat het bos mooi is rond deze tijd. Moeders kindje! Moet je zien! Mijn wiebeltand is er eindelijk uit. Maar waar is hij nu? Wat is dit? Au! Die heb ik nodig voor de tandenfee. De tandenfee? Nee. Jij krijgt een bezoekje van El Raton. El Raton? Heb ik nog nooit van gehoord. Jij wel? Ja. Zelfs Kikker is op de hoogte. El Raton is een chique tandenveemuis in een mooi pak. Hij is heel erg guapo en heel erg rijk. Net als ik. Hij is bekend in Mexico, Latijns-Amerika en in deze buurt. Wauw, een chique muis, tandenvee? Ik ga meteen mijn tand onder mijn kussen leggen voor El Raton. Goedemorgen, leugenaar. Jouw muis is niet gekomen. Wat? Dat is onmogelijk. Heb je de tand onder je kussen gelegd? Natuurlijk heb ik het daaronder gelegd. Oké, sorry. Ik vraag het omdat El Raton altijd komt. Hij stelt nooit een kind teleur, toch Bobby? Huh? De tandmuis. Ik hoop dat er niks met hem is gebeurd. Jij hebt gisteren laat gewerkt. Denk, heb je muizen gezien? Ik zie pootafdrukken. Die stoppen bij de deur. Hoe gaat dat ons helpen? Ik heb het. Ben zo terug. Tada! Wacht, een klein momentje. We proberen El Raton te vinden en jij speelt met poppenschoenen.
Nee, ik speel niet, Carl. Luister, als een schoen voldoende was om een prinses met een pompoenrijtuig te vinden, dan moet dat ook werken bij El Raton. Maar hoe krijgen we de muizen zover dat ze de schoen gaan passen? Kom erbij. Probeer de schoen en krijg 30 seconden gratis Mercado winkelen. Al wat je kunt dragen en geen vragen. Weet je zeker dat dit een goed idee is? Ze hebben kleine armpjes. Ze kunnen heus nooit zoveel dragen. Je houdt de hele rij op. Volgende. Uren later. Oh, belangen niet. De schoen paste niet één van de muizen. En ze hebben de hele Mercado leeggehaald. Oh man, dit gaat zeker van mijn salaris af. Dat betekent dat El Raton dus nooit meer terug zal komen. Adelheid, wacht. We moeten haar helpen. Ik heb een nieuw plan. Carl, je hebt El Raton gevonden? Nee, Bobby. Dit is zijn vervanger van Piet's dierenwinkel. Piet zei dat het zijn slimste muis was. Hey, slimme muis, wil je misschien de nieuwe El Raton zijn? Je krijgt een pak aan, je hebt geld en je bent de held van veel kinderen. Oké, slimme muis, ben jij El Raton? Dan moet je hoge gebouwen beklimmen om in de kinderkamers te komen. Kun jij dit beklimmen en bovenaan de bel luiden? Kom op, makker, klim omhoog! Bobby, ik denk dat hij wil dat jij het hem voordoet. Goed idee, ja. Kijk en leer, kleine man. Klimmen is makkelijk. Je gaat van links, rechts, links, andere links. Kun je het volgen, slimme muis? Huh? Hè? Huh? Ah! Huh? Wow, hij wist het op van de muur te halen zonder enige moeite. Goed gedaan. Oké, dit is het lastigste deel van de klus. Pak de tand onder het kussen van een kind dat slaapt zonder dat hij je ziet. Of in dit geval een slapende abuelo. Oh nee, kijk niet naar mij. Dit keer doe ik helemaal niks. Voor hem heb ik problemen. Maar hij heeft de tand zonder dat Abuelo hem zag. Hij is klaar voor zijn rol als El Raton. Oké, slimme muis, hier is je pak. Vanavond is je eerste klus. Oké, Adelheid's kamer is hier binnen aan de linkerkant. Onthoud goed, pak de tand en laat het geld achter. Ik ben zo benieuwd naar Adelheid's gezicht morgen. De volgende morgen. Wow, dat gezicht had ik niet verwacht. El Raton liet me weer zitten. Dankzij jou krijgt niemand hun geld. El Raton zal nooit meer terugkomen. Hoe kon dit gebeuren? We hebben slimme muis getraind en geld gegeven. Oh, wacht. Volgens mij appt hij ons. Hartje, geld, vliegtuig. Hij gebruikt het geld om op kaastoer te gaan in Zwitserland. Hij bedroog ons. Kijk maar naar de 1 april grap hoogtepunten van Luan Hedding. Deze grap gaat jullie hoofd een beetje te boven, hè? Ja, je moet er als de kippen bij zijn! Ik ben al ingepakt, meiden! Oh, kijk nou, de familie Harry voelt zich een beetje wiebelig! Dit is over één kam scheren! Zie je wat ik bedoel? Niemand is waar dan ook veilig voor het boze grappengenie. Maar dit jaar gaat het anders worden. Luan neemt mij niet te grazen, want ik heb een anti-1 april plan. Clyde, heb je zin om morgen te komen? Ik heb een fort gebouwd met snacks, games en een urieslang. Patent en aanvraag. Op 1 april? Echt niet. Niet na wat vorig jaar gebeurd is. Niks gebeuren. Ik heb een anti-1 april plan. Wacht even, Clyde. Ronnie Anne sms'te me net. Ze zegt dat ze morgen hier naartoe komt met een cadeautje voor me. Maar ze kan morgen niet komen. Ze wordt gepakt door Luan's grappen en dan verpletteren ze mij. Oh
Oh nee, Ronnie Anne is onderweg. Kan deze dag nog erger? Tja, dat is mijn antwoord. Aan de andere kant is het één grap minder die Ronnie Anne kan treffen. Dat is het! Als ik alle grappen in huis laat afgaan, zijn er geen grappen meer voor haar. Lincoln! Het is daar niet veilig! Red jullie zelf. Ik heb een opdracht te doen. Wees gerust, Lincoln. Ik regel je begrafenis. Goed, denk aan Ronnie Anne. Dat is een krasse maaltijd. Lisa, Marie, Harry, laat ons erin. Daar wil ik eerst wat voor terug hebben. 1. Ik wil nooit meer straf krijgen van jullie voor explosies in en rond het huis. Verfijnde 1 april, joehoe. Zijn dat luiers? Dat durft ze niet. Wat je maar wil, laat ons binnen. Teken hier, hier en daar een paraaf. Als we het eten op rantsoen zetten, moeten we het redden. Wat betekent op rantsoen? Oh, typisch jij! Nu moet iemand naar de keuken voor nieuw voedsel! Ja, maar. We trekken strootjes! Oh, ik ga wel. Daar kan ik niet aan meedoen. Want ik ben allergisch voor stro. Als dat zo is, hoef je helemaal... Succes, lady! Die kant op? Oh, dank je, Bart. Dank je, Bart. Dank je, Bart. Dank je, Bart. Oké, huiskamer. Tot nu toe veilig. Volgens mij zoen je zo een meisje. Hou je niet in, Lincoln. Meisjes houden van jongens met passie. Dit mag Ronnie en vooral niet zien. Volgens mij... Stop! Je hart springt op van verliefdheid. Nu alleen nog de slaapkamers. Leuk, ik win! Jij dacht me te slim af te zijn, maar dit was jouw ergste 1 april ooit. Je hebt niet echt gewonnen, Luan. Ik liet die grappen expres afgaan omdat Ronnie Anne hier naartoe zou komen. Ja? En wie dacht je dat haar had uitgenodigd, slimmerik? Ik wist dat ik je uit je kamer moest lokken, dus ik belde Ronnie Anne en zei hoeveel je van 1 april grappen houdt. En hier is ze dan, om de laatste klap uit te delen. Huh? Waarom deed je dat? Jij ving al die grappen voor me op. Ik wilde iets terug doen. Kom mee, ik teken je een paar wenkbrauwen en we halen een milkshake. 1 grote kaaspizza, graag. Kom eraan en gooi je kaartje niet weg. Dat is je nummer voor de go-kart tombola. Go-kart? Tombola? Ja, moet je zien. En moet je raden, hij loopt op pizza. Sergio, we willen altijd al een go-kart. Ja, wij gaan wel voor snel. Nou, als ik jullie nummer uit deze trommel trek, is vandaag misschien jullie geluksdag. Of we maken het onze geluksdag. Goh, ik hoop toch zo dat hij mijn nummer trekt. Nummer 10. Oké, beste mensen. Iedereen er klaar voor? Daar gaan we. Ja, stop jij. En draai je trommeltje rond. Nummer 8 is de winnaar! Wat? Laat zien die bal! Ieuw, waarom kleeft die bal zo? Woehoe, ik heb nummer 8! Gefeliciteerd, Irving! Hij is helemaal voor jou! Yay! Ik ben een beetje te oud om in kart te rijden, maar weet je, misschien vind ik wel een verdienstelijk jong persoon om hem aan te geven. Verdienstelijk jong persoon, hè?
Sergio, ik weet denk ik hoe we die go-kart kunnen krijgen. Klinkt goed, Carl. Let niet op ons, meneer. We maken alleen even het park schoon. Ja, vrijwilligerswerk rockt. Yep, ik besteed mijn zaterdag graag aan het opruimen van vuil. Man, wat is er met die gast? Oh, hoi, Carl. Hoe gaat ie? Ja, verkeerde oude gast. Mijn info zegt dat hij altijd op deze bank zit. Jouw informatie stinkt. Neem dat terug. Ach, het park is toch zo vies vandaag. Oké, koppeltje. Jullie beurt. Komt in orde. Bijna dag voor een wandeling. Oh, boemedie, kleine baby. Oh, nee. Onze baby. Wees gerust. Ik red jullie baby. Lieverd, waar is onze baby toch? Alle bokkenpoten, die vlieger heeft die baby gered. Sergio, weet je zeker dat het plan gaat werken? Geloof me, die gasten zijn betrouwbaar. Ik heb ze een grote beloning beloofd. Ja, hé jongens, kijk, dat is het doelwit. Grijp hem maar! Stomme vogels, schaam je een hulpeloze man aanvallen. Uw pizza, beste heer. Wilt u misschien wat babyfoto's van Carl zien? Hier brabbelt hij de andere baby's uit hun luiers. Oh, typisch Carl. Brabbelen, zeg je? Oh, nee. Ze bedoelt frommelt ze in nieuwe luiers. Ik help ontzettend graag. Kom, ik help jou die foto's weg te doen. Kom op, tas toe. We hebben een probleem. Oh, echt waar? Dat heb je snel door. Nee, de duiven zijn terug. Je bent niet op komende dagen met de kruimels. Ik dacht dat jij ze zou betalen. Oeps. Loos die beesten. Carl, is alles wel goed met je jongen? Natuurlijk! Het kan niet beter! Ze zijn terug en nog kwaaien! Carl, laat al! Gaat zelf! Vraag eens je brood, dan maak je ze nog mee! Hier gestoorde vogels, weg! En blijf weg! Hebben jullie dat gezien? Ik denk dat die gast Lori leuk vindt. En zij schijnt ook niet echt een hekel aan hem te hebben. Je maakt je terecht zorgen. Die gast zit achter je meisje aan. Ja, hij is hot en jij bent... Jij! Oh, dit is vreselijk. Wat moet ik nou doen? Ontspan. Jij moet zorgen dat hij er knullig uitziet. Maar is dat dan niet gemeen? Wat jij wil, joh. Als je maar niet bij me komt uithuilen op een trouwdag. Wat? Ik zou er alles voor doen. Ik zou die club omdraaien. Je houdt hem verkeerd vast. Nee, jij houdt hem verkeerd vast. Kijk. Yes! OM Golfbal! Je sloeg een hole-in-one bij je eerste poging, Bobby. Wauw, ik heb dus echt concurrentie. Bobby, help is misschien niet genoeg. Ik heb een idee. Hebben jullie zin in een potje golf? Voor een paar lekkere crackers? Oh!
laat Hugh in alle hoeken van de golfbaan zien. Wat? Dat moet ik zien. Dat is mijn boeboebeer. Sorry, you win, maar jij hebt verloren. Goeie game, Bobby. Goeie game, zeker. Ik heb een dergelijk talent nog nooit gezien. Misschien een natuurtalent. Is er een kans dat je bij het team komt? Een nieuwe sterspeler is welkom. Maar Ewan is jullie sterspeler, toch? Ja, hij was. Ewan, wij moeten eventjes praten. Niet nodig, coach. Na deze game stop ik met golf. Ik denk dat ik naar huis ga werken in mijn vaders wc-reparatiebedrijf. Wc-reparatiebedrijf? Ja, het valt best mee. En ik ben dichter bij mijn vriendin. Vriendin? Nou, verloofde eigenlijk. Verloofde? Ik vind het jammer dat je gaat, Ewan. Bobby, dan kom je in mijn team. En dan kom je hier wonen. Dat is zo geweldig. Ja, wat dat betreft. Ik kan niet bij je team komen, coach. En jij mag niet gaan, Ewan. En Lori, hoe graag ik het ook wil, ik kan niet bij jou op school komen. Waarom niet? Omdat ik vals speelde. Carl, Sergio en die bosdiertjes daar hielpen me erbij. Luister niet naar hem. Zie ik eruit als iemand die Bobby echt zou helpen? Ik bewijs het. Zo ziet mijn echte slagger dus uit, mensen. Ja. Wauw. Jij en Ewan werden zo close dat ik bang was je kwijt te raken. Dus ik zette Ewan voor schut. Het spijt me zo, Lori. En Ewan. En iedereen. Bobby, dat is belachelijk. Ik hou zoveel van je. Ik zou je nooit verlaten voor Ewan. Of voor wie dan ook. Echt waar? Natuurlijk, Boeboebeer. Dus ik ben toch niet zo slecht in golf? Ik heb het nog in me. Natuurlijk, dat heb ik altijd al geweten. Ik maakte net maar een grapje. Blijf alsjeblieft, Ewan. Rustig, coach. Ik ga nergens naartoe. Ik zei toch dat mijn plan zou werken? Ja, last van waanideeën? Wacht eens even, kost die toer nou geld? Claro, muchacho. Maar het was echt elke cent waard. Ik zou alles betalen voor zo'n nacht vol sensatie. Carl's Koekoei Tour is de enige tour waar je misschien, maar niet contractueel gegarandeerd, het mysterieuze monster zelf ziet. Hoeveel kost een kaartje? Hoeveel heb je bij je? $30. Perfect. Het kost $30. Papa, gaan we mis? Ben ik een koeigast? Carl, je zei toch dat zo'n tour voor watjes was? Oh, ja. Ik bedoelde die andere neptours. De mijne zegt. Vind je het erg als ik meega? Best. Maar geen familiekorting. Stap maar in de horror tram. Welkom! Nee, serieus. Mevrouw Cheng weet niet dat ik dit heb geleend, dus wees alsjeblieft een beetje voorzichtig. Bereid jullie voor. Jullie kunnen je maar beter netjes gedragen. El Koekoei kijkt altijd en overal. Klaar om elke herrieschopper te verslinden. Kamer niet netjes, El Koekoei krijgt je te pakken. Beter laat thuis, El Koekoei komt je halen. Wat cashews geproefd in de Mercado zonder te betalen? Dan word je sowieso opgegeten. Oh nee! Wacht, Vito, heb je dat echt gedaan? Ja, ik heb er nu spijt van. Stel je toch niet zo aan. Kijk, daar! Dat is rook van de koekoeis huidsmeldende vuuradem. Vuuradem? Bedoel je die stoom die uit het riool komt? Bewaar uw vragen tot het eind. Dank u. Wie bestuurt de tram? Ik al. Kijk, een stapel botten. Die zijn vast van een koekoeis nachtelijke herrieschoppersmaaltijd. Of is het misschien de doos met versieringen van de griezelmercado? Ik zie nergens versieringen. Ik herken de botten van mijn neef Vinnie als ik ze zie. De koekoei heeft hem en ik ben de volgende. Rustig maar.
Ik heb je bedekt met speciale anti-kokoei. Dit product is verkrijgbaar na de tour. Oeh, ik wil een! Ik voel dat we vlak bij de kokoei zijn. Kijk daar eens! Was dat boven ons misschien de donkere keef van kokoei? Dus de kokoei lijkt exact op Sergio die rondvliegt in Abuelo's badjas? Het maakt niet uit hoe hij eruit ziet als hij je oppeuzelt! Oh, tijd voor een versnapering! Hey, zin in een rondje van mij? Ronnie Anne, hou jij voor iedereen alsjeblieft een hotdog? Oké. Blokgas, meneer Chang! Hey, Carl! Terugkomen! Dat was voor ons eigen best, Wil. El Kukui houdt niet van twijfelaars. Ze bracht ons ermee in gevaar. Maar ik had honger. Het is gelukt, mensen. We zijn levend uit de tour gekomen. Wauw, we hebben het echt maar net overleefd. Vergeet het ook niet aan je vrienden te vertellen. Oh, zeker. Ik denk dat ik in mijn broek heb geëilkoekoeid. En bedankt voor deze spreek, Carl. Het is elke cent waard. Die tour was zo eng, zeg. Ik wil hem nog een keer doen. Ik zie jullie later. Het blijft in ieder geval maar bij één krasje. Moet je zien, jongens. Dankzij El Kukui worden we vet rijk. Kippenvogels. Carlotta, heb je soms zin om een beetje wraak te nemen? Ik moet zeggen dat ik in Royal Woods best een hele beruchte grappenmaker was. Ik weet het even niet, hoor. Oké, eerst moeten we spullen verzamelen. We zoeken allerlei dingen die vies ruiken, kleverig zijn of vet lastig om schoon te maken. Oh, ik heb hier een kom warme tonijnsalade. Oh man, dat is 3 in 1. Haargel. Dus, de jongens komen binnen, lopen tegen het plastic met de haargel op. Dan komt het broodkruim uit de emmer op hun hoofd als wij aan het touw trekken. Vreed meid, jij bent een grappengenie. Hey, hebben jullie mijn prijsstang gezien? Bobby, hij hangt aan je riem. Oh, fijn. Bedankt. Ik pak nog even wat te drinken voordat ik terug ga naar de Mercado. Wacht, niet naar binnen gaan. We halen een grap uit met Carl, CJ en Carlitos. Uh-oh, ik heb medelijden. Ik ben ontelbare keren in die grappen van jou getrapt. Er groeit hier nog steeds geen haar. Jou moet ik dus te vriend houden. Heb geduld. Ik weet zeker dat ze zo komen. Kunnen we niet staan? We zitten al een uur gehurkt en ik draag hier niet de juiste schoenen voor. Wacht, wat? Oh, onze grap is footsie. Ze zijn binnengeslopen en hebben hem weggehaald. Ik snap niet hoe ze dat voor elkaar... Ze hebben onze grap gestolen en tegen ons gebruikt. Broodkruimels! We laten ze hier niet mee wegkomen. Dit betekent oorlog. We pakken ze met alles wat we hebben. Inderdaad. Niemand doet dit met mijn haar zonder ermee weg te komen. Oh jongens, kunnen jullie misschien even komen? Nu kunnen ze het krijgen. Waar zijn al onze ballonnen opeens gebleven? Eten, handen wassen. Taart in de koelkast. Oh, lekker taart. Misschien moeten we stoppen met die grappen. Ja, je hebt vast gelijk. Ik snap alleen niet hoe ze steeds achter allemaal grappen komen. Hallo? Oh, hoi Mabel. Oh, sorry, ik weet niet waarom de Mercado vandaag eerder dicht is. Nee, u heeft nu limoenen nodig. Mabel, ik bezorg straks de limoenen, dat beloof ik. Nu moeten we er vandoor. Fijne dag. Ik weet hoe ze ons verslaan. Bobby,
Nadat hij hoorde dat wij de jongens gingen pakken, heeft hij de Mercado eerder gesloten en is hij ze gaan helpen. Die lelijke bedrieger! Dit moet Bobby's wraak zijn voor al die jaren dat ik hem steeds pakte. Nu we het geheim van de jongens kennen, zijn wij in het voordeel. We pakken ze tot ze smeken om genade. Ik kan jou maar beter te vriend houden. Op de zoete wraak. Inderdaad. Ik geef het niet graag toe, Bobby, maar ik heb je fout ingeschat. Vanavond heb je bewezen dat je niet compleet nutteloos bent. Ah, dank je, Carlos. Lief dat je het zegt. Het is Ronnie Anne. Ze gaat nu naar de Mercado. Ik moet naar beneden. Ze denkt dat ik daar nog ben. Wat? Water? Is dat alles wat je hebt? Dat is augurkzuur. Augurkzuur? Is dat alles wat je hebt? Nou, eigenlijk niet. Carlotta, laat het kattenkruid los. Hier, poes, 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 poes. Ik heb een paar te gekke prank-ideeën. Oh. Ik moet nog veel leren. We gaan ervoor! Link gaat helemaal op tilt van deze dinosaurus-invasie. Oké, ik heb mijn nieuwe verbeterde ontbijtpot mee om... Oh. Ik wist dat ze zouden komen! Pak aan, prehistorisch duif. Zit, stop! Ik ben het maar! Mijn fout. Ontbijtbots gaan zich diep. Tot ziens. Maar ja, minus één punt. Het spijt me zo, Ronnie Anne. Ik maak het wel schoon. Minus 5 punten voor het pranken van de scheids. Niks doen, niet bewegen. Goed idee. Ik ga op die stoel zitten en verroer geen spier. Kies is zo. Oh nee, abuela! Wat was dat voor geluid? Nee! Kijk! Wow. Geen grapjes meer in mijn huis. Abuela! Sorry, Ronnie Anne. De volgende prank doe ik goed, beloofd. Ik heb een beter idee. Als jij de Mercado binnensluipt en Link hem bespioneert, dan kun je zien wat voor pranks die plant. Maar wees voorzichtig. Oeh! Een verkenningstocht! Doe ik! Zit, die pranks waren voor Ronnie Anne. Sorry, auw. Minus 10 punten voor Lincoln! Deze wapenstilstand is om te beslissen of deze prankstrijd nog wel goed gaat. Niet slecht, Ronnie Anne. Mij laten denken dat het voorbij is. Ik heb je wel door. Echt, Zit, ik meen het. Je hebt goede ideeën, maar je kunt niet in één dag even prankmeester worden. Dat kost tijd en jij... Ja, hoe zal ik het zeggen? Verpeste prankviering. Sergio! Nee, hij heeft gelijk. Als je nou oefent, dan doe je volgend jaar mee? Ja, absoluut. Ik was dat prankgedoe toch al beu. Ik wilde jullie niet in de steek laten. Fijn dat het oké is. Ik ga naar de dierentuin. Je kunt je niet blijven verstoppen! Kom jij maar eerst! Laat iemand nou iets doen! Jongens, dit is een prankstrijd! Dus vooruit met de geit! Ronnie Anne, Ronnie Anne! Adelheid, nee! Wat is er, Adelheid? Je moet me helpen, Ronnie Anne. Zit heeft problemen en ik weet niet waar mam is. Wow, rustig aan. Wat is er met Zit? De apen in de dierentuin jagen op haar. Oh nee, we moeten haar redden. Kom mee, Link, rennen! We worden aangevallen! Nico, we waren toch vrienden? Ze gaan weg. Ik vraag me af waarom. Slang, waar? Zit, waar ben je? Ik ben hier, maar ik zit vast en ik kan niks zien. Zeg me dat Zit niet in die slang zit. Ik rende weg voor de apen en viel in een donkere, kleverige grot en... Oh, ja, ik zit in de slang. Geen paniek, Zit, wij helpen je. Mijn enige zusje, opgegeten door een reptiel. Ik ben nu
hier emotioneel nog niet klaar voor. Oh, nee. Mooi niet. Kruipen. Het niet. Kots mijn grote zus uit. Sid, het spijt me zo erg. We hadden nooit moeten zeggen dat je onze prankviering verpestte. Als je met ons mee had gedaan, was het echt nooit gebeurd. Het is al goed, Ronnie Anne. Want jullie zijn gechanged. Sid? Oké, wat is dit allemaal? Wel, eerst was ik boos dat jullie me niet lieten meedoen. Maar toen besloot ik om wraak te nemen. Ik liet Igor mijn walkie-talkie opslokken samen met een grote kalkoen. Ik denk dat hij de kalkoen houdt. Jullie zijn erin getrapt. Wacht, je deed alsof je opgegeten was en maakte ons doodsbang om ons te foppen? Beste prank ooit, Sid! Echt waar? Oh, dankjewel. Sorry dat we je onderschat hebben, hoor. Dat zal niet gebeuren bij de volgende prankviering. Dubbele punten. Sid is de winnaar. Oh, Benny, we gaan zoveel plezier hebben samen. Weet ik, maar eerst moet ik je opleiden. We beginnen met de frietjes. Oh, je zegt het maar, baas. Oeh, moet je zien. Ik kan achteruit. Hey, kijk uit! Nou, dat is alles. Oh, daar is die eerste klant al. Hallo, het is me een brood genoegen. Ik hoorde van het nieuwe personeel bij de broertjes B, dus ik kwam om te zien wat je ervan bakt. Oh, dat zit wel gebakken. De nieuwe werknemer is vast geen bal gehakt. Snap je? Kom op, gast. Ga je nog bestellen of niet? Moment, het gaat net lekker. We zijn zo pittig bezig. Luan, we verplaatsen je naar drive-thru uitgifteplek. Hoor je dat, pap? Ik krijg nu al promotie. Ik ga naar huis en vertel het, pap. Hallo, staat dit ding aan? Klop, klop. Oeh, wie is daar? Met meneer Grauw. Ik wil enkel een kaasburger. Meneer Grauw, ik wil enkel een kaasburger. Wie? Die herrie zit er nu overal. Oh, hey Benny. Precies op tijd om klop-klop grapjes met me te doen. Eerst even iets anders. Ik krijg klachten dat elke keer als een klant een nummer 2 bestelt, jij ze een nepdrol geeft. Ik wist dat je het leuk zou vinden. Oh, ik heb het lol maken met jou gemist. Het is weer net als vroeger. Hallo, ik wil graag een nummer 2. Best plezier. Weet je wat, je gaat in het restaurantgedeelte werken. Is daar iemand? Wie dan ook? Oh, het spijt me van de rubberen kip bij uw bestelling. Alsjeblieft, geniet van deze gratis milkshake. Oeh. Benny? Benny, kan ik je spreken in de personeelvergaderruimte? Het spijt me. Je moet Luan ontslaan. Ze is de ergste werknemer die we ooit hebben gehad. Misschien heeft ze meer training nodig. Benny, ze geeft nep poep aan onze klanten. Daar heb je een punt. Maar baas, ik kan haar niet ontslaan. Ze is mijn vriendin. Benny, mensen ontslaan is onderdeel van je baan. Je zult het helaas moeten doen. Als je dat niet kunt, ben je misschien niet geschikt voor assistant manager. Dat is pech, makker. Otis, hoe lang zit jij hier al binnen? Wow. Luan, wat doe je daar in de milkshake-machine? Er zat iets verstopt en ik maakte me loei veel zorgen. Ik trek mijn vraag in. Luister, ik heb slecht nieuws. Wacht, voordat je het vertelt, ik heb een verrassing voor je. Oh, wauw, heb jij die gemaakt? Yep. Een kleinigheidje als bedankje voor deze baan. Omdat ik het ontzettend naar mijn zin heb. En? Wat is het nieuws? Nou, zie je, het punt is, je bent ontslagen. Ik wil jou helemaal nooit meer zien, Benny! Benny? Benny, is alles oké? En wat is het nieuws? Oh, dat. Ik heb een nieuwe baan voor je. Buiten. Ik ben trots dat je dit bedacht hebt, Benjamin. Wow. Nu hoef ik dat rotpak niet te dragen. Toen ik besefte dat Luan ervaring heeft met kostuums, viel het kwartje. Ze is de beste Vicky de Vaars die Zuiveland ooit had. Dat was echt scherp denkwerk. Zoals alleen een assistent manager dat kan. Dus ik blijf assistent manager? Dank je, baas. Aanvaard. Hey, jongens.
Al mijn gips is eraf. Oh. Sorry, Otis. Ik hou de rolstoel wel. Meneer Nakamura, wilt u popcorn voor ons maken? Oh, natuurlijk. Mijn lievelingssnack van vroeger. We gaan spelen. De popcorn is klaar. Hop, alle antieke dingen nog aan toe. Is dit zo'n uittrekspiopop? Oepsie. Oh, bedankt dat je zo snel kon komen, Miranda. Oh, maar dat is geen enkel probleem. We gaan gewoon gezellig kijken naar een film. Zolang het maar niet zo'n enge film is. Want daar kan ik niet tegen. Waarom zie je niet dat ik van je hou, malle meid? Oh, ik ben gek op die film. Wat was dat? Oh nee, niet opnieuw. Ik verander. Yay! Peter Hoark, we komen eraan. Operatie Oppas Ga Weg was een succes. En het is een mooie dag om te vliegen. Mam, de vliegtuigen staan daar. Oh, voor jullie geen vliegtuigen. Wat? De enige reden dat jullie hier zijn is dat niemand wil oppassen. Dus, terwijl wij fijn gaan vliegen, gaan jullie op die bank zitten daar en denken aan wat jullie hebben gedaan. Ah, ik wil niet denken aan wat ik heb gedaan. Kan die bank niet in het vliegtuig? Al dat werk was dus voor niets. Nou, jammer dan. We zijn inmiddels al zo ver gekomen. Ik ga dat vliegtuig in. Dit lijkt niet op een oud vliegtuig. Laat ze met mijn pop. Welkom bij AI Airlines. 'S Werelds eerste zelfvliegende vliegtuig. Dit is het verkeerde vliegtuig. Gaat u alstublieft zitten en maak u klaar om op te stijgen. Uw eindbestemming, de Noordpool. De Noordpool? Ik moet morgen naar school, mensen. En ik heb een keer mijn huiswerk gemaakt. We stijgen op over 5, 4, 1. Daar gaan we. Weet één van jullie hoe je dit ding bedient? Ik weet dat jij een baby bent. We zijn allemaal baby's. Ik wil mijn mami! Spijt ons, koffie, dame. Alsjeblieft, help ons. Ik wacht tot Carl zijn excuses aanbiedt. Het spijt me heel erg dat ik zo wild drukte. Alsjeblieft, land het vliegtuig. Je hebt geluk dat ik van kinderen hou. Ga gauw zitten, jongens. Ik regel het. Landen over 3, 2... Landing voltooid. Ja. Oh, en Carl? Ik hou je in de gaten. Oh, je hebt prachtige bank. We leven nog. Kijk, daar zit mam en pap. Oh, ik ben zo blij om jullie te zien. En mam, het spijt ons dat we vandaag zo enorm lastig waren en elke oppas hebben weggejaagd. We beloven dat we braaf zullen zijn. We hebben duidelijk toezicht nodig. Wat is er aan de hand? Dat weet ik niet, maar het is wel leuk. We vergeven jullie, mis amores. Goed, kom mee. We moeten naar de metro en naar huis. Niet nodig. Ik ben zo vrij geweest om een van die coole zelfrijdende taxi's te bestellen. En kijk, daar is hij al. Hallo, Carl. Sorry, maar zei u net dat u de lichtcel gedimd heeft? Oh, hi, meiden. Ja, sorry dat het zo lang duurde. We hadden het heel erg druk en Pierre dacht dat hij alles wel zelf kon doen. Hey, ik ben handig. Hij maakte alles erger, maar ik heb een prof ingehuurd. Alles klaar. Hola, chiquitas. Ik dimde de burgercel en plaatste een ventilator. Dus jullie klachten zijn voorbij. Ik heb ook wat azijn bij hun ketchup gedaan. Dat had het nodig. Ze is een redder in nood. En daarbij hebben we Tommy uit het team gehaald van het Foylied. Die jongen heeft echt geen muzikaal gehoor. Bestelling voor Vito. Wauw, u moet honger hebben.
Wauw, ontzettend bedankt. Een heel klein momentje alstublieft. Oh nee, Sid. Ze proberen al die tijd om alles op te lossen. Weet ik. Ze zijn aardig en wij laten een duivenfurie op hen los. We moeten het afblazen. Sergio, meld je. Breek de missie af. Ik herhaal. Breek de missie af. Sergio, ik versta je niet. We komen eraan. Sergio, heb je me gehoord? Hallo, ik ben Jim Schittertand. We zijn in het populaire nieuwe restaurant Burger Blast. En ik ontdekte ook hier een duister geheim. Hun burgers zijn gemaakt van duivenvlees. Ah. Zeg eens, waarom gebruiken jullie duivenvlees en hoe kunnen jullie 's nachts slapen? Wat? Hoe durft u? Wij gebruiken geen duiven. Jim Schittertand en ik ben op jacht naar een volgend duister geheim. Jij schiet eruit. Weg! Dit is volkomen onlogisch. Waar komen die duiven vandaan? Ah! Als dit voorbij is, zijn we failliet. Niet als het aan ons ligt. Zit, kom mee. Ik heb een idee. Meneer Schittertand, wij hebben gebeld over het duivenvlees. Wat? Ik snap waar dit over gaat. Jullie willen je $25 voor de tip voor het verhaal. Oké, start de auto. Het gaat niet om het geld. U mag dit verhaal niet uitzenden. Pech gehad. Dit bezorgt me juist een promotie. Maar wat als wij nou een beter verhaal voor u hebben? Nog veel sappiger. Sappiger dan duivenvlees? Ik luister. Oh, het begint. En nu, misleiding, misdragingen. Ik ben Jim Schittertand en ik ontrafelde een keihard verhaal over hamburgers, sabotage en duivenvlees. Hoe ver wilden twee wraaklustige tieners gaan voor een beetje slaap? Hé, hey, lustig! Deze ooggetuige zag alles. Ze dwongen me duiven te halen en te doen alsof ze in de hamburgers zaten. Het zijn monsters! U gaat toch wel mijn stem verdraaien, hè? Monsters? Dat kun je wel zeggen. Hé! Hey. Oké, we verdienen het wel. Maar het belangrijkste is dat iedereen de waarheid weet. Wij zijn het duivenvleesgerucht begonnen. We wilden gewoon slapen. Het was allemaal een misverstand. Het spijt ons, Pierre en Padma. We zijn super blij met buren zoals jullie. Denk erom, we maken de ketchup zelf en de burgers zijn van rundvlees. Verrukkelijk, rund. Ik ben Jim Schittertand op jacht naar een volgend duister geheim. Oh, nee, stop de camera. Nee, niet aan elkaar. Jim Schittertand's duistere geheim. Ik ben trots dat jullie het goed hebben gedaan. Uiteindelijk. Dank je, Abuela. En wie had gedacht dat hun burgers zo lekker zijn? En ze bezorgen nu zelfs ook. Hoi Lincoln, vitamine stoot. Lekker! Als je deze grap een klapper vond, kom dan naar mijn optreden bij het Junior Comedian Concours. Aanstaande zaterdag in de Ginnegapbar. Zo gaaf, ik voel nu al de... spanning! Hebben jullie gehoord dat lippenstift en eyeliner ruzie kregen? Dat komt dan goed met een makeover. Snap je? Kom zaterdag naar me kijken bij het Junior Comedian Concours. Jullie houden het vast en zeker niet. Hey Lisa, hoe verdeel je een cirkeldiagram? Je verspilt mijn tijd in taartpunten. Zei je nou taart? Ik ga een heerlijke portie humor serveren in de Ginnegapbar. Zaterdagavond. Klop, klop. Wie is daar? Ik wil... Ik wil wie? Ik wil jouw bloed zorgen. Blijf van Edwin af. Oh, sorry, het was maar een grap. Reageer niet zo gebeten. Hé, hey, kom naar me kijken in de Ginnegapbar. Het wordt beslist geen dode boel. Lucht het op. Jij mag ook komen. Fijn dat jullie gekomen zijn op mijn tea party. Wie wil er een high tea sandwich? High tea sandwich? Ik heb liever een kipcorn. Haha, snap je mop. Kom ook naar mijn show kijken. Neem je vrienden mee. Ik heb koude kipcorn. Niet normaal. Laat me raden, Luan.
Oh, ze was de kluts kwijt. Van mij een eitje om hem te vinden. Mooi niet dus. Ik wou maar dat dat ginnige parding voorbij was. Ik word compleet gek van haar. Ja, vertel mij wat. Het is niet eens grappig. Het is zelfs irritant. Ze is zo vervelend. Ik wou dat ze ze ophiel. Ja. Ja. Zo niet cool. Ja, ja. Nou, inderdaad. Meiden, zet de taart neer. Waarom? Gaat hij zo ontploffen? Nee, en dat zal het ook nooit meer doen. Luanne heeft alles gehoord wat we zeiden en nu gaat ze stoppen met comedy. Wauw, dan zal haar show in de Ginnegap Bar vast heel slecht gaan. Nee, ze gaat niet naar de Ginnegap Bar. Oh. Dat was zo belangrijk voor haar. Ze schreef erover in haar dagboek. Dat denk ik. We moeten zorgen dat ze de show doet. We hebben nog tot morgenavond. We kunnen vast iets verzinnen. Heb ik al gedaan. Meiden, overleg. Oh, ik liet mijn bananenschil vallen. Als er zometeen nou maar niemand over uitgleed. Misschien moet je het oprapen. Hey Luanne, ik heb net 6 taarten gemaakt, maar ik weet gewoon niet wat ik met ze moet doen. Ik weet niet. Je kan er 2 opeten en de andere 4 weggeven. Ik heb mijn tijdmachine zo ingesteld dat het ons zal terugbrengen 2 minuten voordat wij kritiek hadden op Luanne. Dat is best wel goed. Klein puntje nog. Door de reis kan onze kont aan de voorkant komen te zitten. Lincoln, wat is jouw plan? Nou, Luanne gelooft ons niet dat ze grappig is. Maar misschien gelooft ze publiek wel. Hoe moet dat gaan gebeuren, gast? Dat regel ik wel. Zorg dat ze om 8 uur in de Ginnegapbar is. Kan jij mijn kont nog wel aan de voorkant krijgen? Fijn dat je mee bent gegaan, Luanne. Tuurlijk. Dat ik niet grappig ben, wil niet zeggen dat ik niet geniet van andermans grappen. Wacht, is dat zo? Dames en heren, welkom bij de Junior Comedians avond. Geef een hartelijk Ginnegapbar applaus voor onze eerste comedian, Lincoln Harry. Lincoln? En wat doet hij met mijn grappenschrift? Hallo, dames en heren. Wat zei de eyeliner tegen de lippenstift tijdens de fikse ruzie? Omdat de klok achterliep. Dat is de verkeerde clue. Laat maar gaan. Deze vinden jullie zeker weten leuk. Waarom stak de kikkererwt over? Wacht, dat klinkt niet logisch. Oh, de kip. Dit handschrift is heel lastig om te lezen. Waarom aten leerlingen hun huiswerk op? Omdat de leraar zei dat het appeltje ijsje was. Nee, nee, nee. De clue is appeltje eitje. Oh, zijn optreden was nogal smakeloos. Maar wees gerust, hij neemt geen tijd meer van u in beslag. Er lopen 2 spelden samen over het Rode Plein in Moskou, zegt de een tegen de ander. Pas op, achter ons loopt een veiligheidsspeld. Waarom kon Timmy niet op een fiets rijden? Omdat Timmy een goudwit was. Hola, dames. Ik zie dat jullie een klein zaakje runnen. Goed van jullie. Ik denk dat we elkaar kunnen helpen. Kom binnen in mijn kantoor. Jouw kantoor kan wel een likje verf gebruiken. Wat is er, Carl? We zijn druk. Ik hou het kort. Ik geef jullie $4 om Lalo uit te laten. Geeft Abuelo jou niet $5 om Lalo uit te laten? Waarom geef je ons dan maar 4? Dat is mijn commissie. Weet je dan helemaal niks van kapitalisme? Vergeet het maar, Carl. Runyan, kan ik je spreken in mijn kantoor? $4 is $4. Zij snapt het. Best. Geef me het geld maar, Carl. Heb je misschien terug van 50? Kom terug! Oh nee, wat doen we nu? Wacht hier, ik heb een idee. Mijn moeders dierenfluitcollectie. Eens kijken, dolfijnenfluitje, giraffenfluitje. Ah, hier is het, hondenfluitje. Kijk, het werkt! Het werkte een beetje, maar de lieve Nelson zijn tenminste terug. Oké, spuug het uit! Ja! En nu? We moeten nog 6 honden vinden. Oké, dat moet ons lukken. We gebruiken gewoon wat we van ze weten. Ninja slaapt graag en ik weet de beste plek in het park. Abuelo slaapt er altijd. Kom mee, jongen.
Ik zei het toch, dat is een plek. 3 terug, nog 5 te gaan. Wie nu? Wat dacht je van Big Tony? Hij jaagt op eekhoorns en we zijn in een park. Balen, waar zijn de eekhoorns als je ze nodig hebt? Wacht maar, ik heb er wel een. Ronnie-Anne, dit is Rocco. Mam nam hem mee uit de dierentuin. Zijn verstandskies moest eruit. Ik vind het rot om te doen, Rocco. Maar ik lees 2 verhaaltjes voor het slapen gaan, beloofd. Oké, hoe zit het met Lalo? Ik kan misschien wel helpen. Weet je wat? Geef me $10 en ik vind hem. $10? Je kunt ook Abuelo gaan vertellen dat je hem kwijt bent. Heel fijn om zaken met je te doen. Dus jij hebt geen idee waarom directeur Valenzuela met ons wilde praten? Misschien krijg ik wel een award voor beste glimlach op school. Meneer en mevrouw Casagrande. Carl, het spijt me zeer, dit is geen goed nieuws. Dus hij won niet de beste glimlach? Nee, Alexis won dat. Hij flost altijd tussen de lessen. Carl is betrapt dat hij pudding aftroggelt van kinderen. Kom op, dat was maar 1 keer met die pudding. Maar 1 keer, hè? Huh? Oh, het spijt me. Ik hou van dingen aftroggelen. Is dat niet waarin u ons altijd aanmoedigt om te doen, directeur V? Doen waar je van houdt? Dat is niet wat ik bedoelde. Het spijt ons heel erg, directeur Valenzuela. We zullen dit onmiddellijk gaan oppakken. Carl, zeg dat het je spijt. Vanuit de grond van mijn hart, directeur V. Weet u, ik ga naar huis en ga goed lang nadenken over mijn acties. Oh? Daar ben ik blij om. En omdat ik het druk heb met nadenken, moet ik het huiswerk vanavond overslaan. Oh, uiteraard. Mooi. Mam, pap, we gaan. Wacht, geen huiswerk? Carl! Oh, ik weet niet meer wat ik aan moet met Carl. Oh, sorry, ik zal niet meer praten tijdens jouw beurt. Oeh, wat is dit? Hou je van dammen? Dit is schaken, Carl. Het kalmeert me als het ouderschap me weer tot het randje heeft gedreven. Ik snap je. Klotten kan af en toe behoorlijk lastig zijn. Hoe speel je het? Nou, het gaat om strategie en om slimmer zijn dan je tegenstander. Schaakmat? Ik verlies? Van een hond? Interessant. Mag ik het eens proberen? Tuurlijk. Wacht, waar is mijn toren? En schaakmat. Wauw, je verslaat me alweer, Carl. Dit is al de 5e keer op rij. Nog een keer. Trina! Wat? Oh, wat? Hij is een schaakgenie. Schaakmat. Schaakmat, schaakmat, haha, schaakmat, haha. En schaak en mat. Het is je gelukt, mi amor. Onze kleine jongen is geen bedrieger meer. Oh, ik wist dat je goed was. Wie wil verse churros? Eet op! Ah. De laatste churro? Oh, ziet er zo lekker uit! Maar Abuelo krijgt altijd de laatste. Tenzij... schaakmodus! Ik speel de hongerige Abuelo Gambit. Als het Abuelo-stuk de churro probeert te pakken, verdedig ik met het Lalo-stuk. Mi casa, mi churro. Ik ben oké. Schaakmat. En jam. Jongens, bedtijd. Zet de tv uit. De beste programma's komen altijd pas als ik moet gaan slapen. Tenzij schaakmodus. Ik weet dat mams opening zet de bedtijd aanval is. Dus ik pareer met de baby on board verdediging. En om het papstuk te weren, offer ik mijn Sergio-stuk op. Dat zou moeten werken. Jongens, kom op! Bedtijd! Huh? Bibeb is op een skateboard! Go!
Charles, CJ, het is bedtijd. Ja, hé, hey, je kreukelt mijn veren. Ik heb orgaan hier binnen. Ah! Ja. Ah. Perfect, nu kan ik mijn programma's. Jongens, genoeg tv. Hup, naar bed. Oh nee, in de hoek gedreven door de koningin. Bedenk een zet. Tijd voor de oude verdwijnende koning. Oh, Karl slaapt al zeker. Kom, CJ. Man. En nu de kinderen slapen, de beste programma's van de avond. Haha, schaaknat. Raad eens wie ik tegen het lijf liep op weg naar de opticien. Iedereen! Wat zei de kale man toen hij een kam kreeg voor zijn verjaardag? Die zal lang meegaan, zeg! En daar gaan Benny's tanden weer. Maar wat een talent, hè? Dat is mijn kleindochter. Dank u. Goed, hier stap ik uit. Dus ik pak mijn snor en druk mijn bril. Waar ging dat nou weer over? Oh, dat is mijn nieuwe act. Ik ben entertainer bij de Giechelende Grijsaard. Giechelende Grijsaard? De bus die Huize Avondrood gebruikt voor uitjes voor hun bewoners. Weten jullie wat dat betekent? Vandaag de Giechelende Grijsaard, morgen in het Royal Woods Theater. Wat, morgen? Kunnen we nog kaartjes krijgen? Nee, niet morgen. Ooit een keer morgen. Ik hoop de jongste persoon ooit te worden die daar optreedt. Nou, gefeliciteerd. Blijf altijd gaan voor je droom. Ah, oh, dank je. Zo fijn dat je me steunt. Hoe meer succes ze heeft, hoe minder vaak ze ons in de maling neemt. Ha. Maar dat duurt nog wel even. Lucy, wat doe jij nou weer hier op de trap? Zucht. Ik stuurde mijn beste gedicht naar de Transylvanië-opinie. Ze wilden het niet. Ik heb het dus niet in me om dichter te zijn. Je eerste afwijzingsbrief, hè? Nou, kom maar mee naar mijn kantoor. Ik wil je wat laten zien. Kijk, dit zijn mijn afwijzingsbrieven. Het is net een doodskist voor je dromen. Het hoort bij het creatieve leven. Je kunt niet gelijk al naar de top schieten. Toen ik jouw leeftijd was, begon ik onderaan de ladder. En trad ik op voor onze huisdieren. Wat zei de hond na het eten van een kauwplak? Dat had een bite! Wauw, stug volk. Stoute Charles! Het duurde lang voordat ik klaar was mijn act voor publiek te spelen. Goeie meneer Kokosnoot! Ik val om van het lachen. Nou, die rolde meteen in de grot, Bob. Toen moest ik nog veel leren over comedy. Dus ik schreef me in voor een clownsopleiding. Eindelijk, na een lange, harde leerschool, was ik klaar om mijn eigen zaak te beginnen. Hoe praten koeien met elkaar? Via hun mobieltje. Heb gewoon geduld en blijf proberen. En hoe moeilijk het misschien ook wordt, onthoud maar dat je een grote zus hebt die weet dat jij briljant bent. Ik voel me een stuk beter. Jij weet zoveel, Luen. Misschien kan jij helpen om een succesvol dichter te worden. Och ja, ik kan het al lyrisch proberen. Ik bedoel, ik heb ervaring in het coachen. We zijn vast een goed couplet. Jouw trein is van mij, met alle schatten die erin zitten. Niet zo snel, Eldragon. Hey, Karel, wil je theevisite spelen met ons? Theevisite is voor baby's. Best, we wilden toch eigenlijk niet met je spelen. Best. Hey, Adelheid, wil je met je vader in de metro rijden? Dan mag je in de conducteurscabine. Conducteurscabine? Ik weet het niet, pap. Ik heb dat al zo vaak gedaan. Dan mag je ook toeteren. En ook alles omroepen. Dat is niet alles. Je mag ook nog iemand meenemen. Maar je pa zou indruk op ze maken, want die is toevallig nu 2 maal gelard conducteur van de maand. Ik denk erover na. Wauw, stug publiek. Hoe dan ook, ik moet gaan. Trein moet op tijd rijden. Tjoeka tjoeka. Hoi, Adelheid. Ik voel me opeens een beetje dorstig. We kunnen theevisite spelen, zoals jij voorstelde. Maar ik dacht dat je niet met me wilde spelen. Wat? Dat was een grapje. Ik ben dol op thee. En als er later tijd is, kunnen we naar de metro gaan. Of niet? Maakt niet uit, maar het is mogelijk. Ja, ik heb de perfecte chique hoed voor jou.
trein, ik kom eraan. Wauw, wat glimt dat controlepaneel, zeg. Ach, ik poets het elke ochtend zelf. Hoorde jij ook soms iets? Nee, maar zijn dat uw Glart Awards? Oh, deze liefjes? Je hebt tweemaal winnaar. Kijk eens hoe cool ze zijn. Tjoek tjoek, winnaar. Oeh. Oh, ga weg, jij slijmerig beest. Dat klinkt als een commotie. Of zoals ik graag zeg, een locomotie. Oh, heel stug publiek. Ik ben zo terug. En niets aanraken. En vooral niet de awards. Hey Carl, zie je die coole hendel? Wil je daar niet aan trekken? Carl, druk anders op deze knop. Nee, druk op deze. Hey Carl, 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 Carl. Druk nou op het knopje. Hou op, trein! Al deze toffe knoppen. Weet je zeker dat je nergens op wilt drukken? Zoals deze mooie rode knop hier. Licht aanraken kan vast geen kwaad. Meneer Cheng heeft duidelijk gezegd dat ik niks mocht aanraken. Oh, wat jammer. Druk anders op die ene op mijn kop. Oké, er kan toch niet veel gebeuren. Oké, dat was dus de airco. Dat is niet zo erg. Ik denk als ik op deze knop druk... Speel Chok Chok Mix. Zet uit, zet uit, zet het uit! Dit moet ik recht zetten! Deze metro gaat verder als snelvrij. Oh nee, wat heb ik gedaan? Stop, trein, stop! Wat een verkoop! Iedereen kalm blijven! Deze trein heb ik zo weer op de riet! Zacht! Ach, meneer Cheng zal me echt nooit meer in zijn trein laten komen. Ik weet iemand die me kan helpen. Adelheid, hoe stop ik deze trein? Wat zeg je, Kikker 2? Heb jij het gehoord? Ik ook niet. Adelheid, toe, ik heb je nodig. Sorry, ik help alleen vrienden. Geen mensen die me gebruiken om iets te krijgen. Het spijt me heel erg, maar wil je alsjeblieft helpen? Oké. Niemand zag dat. Ga toch naar de stad, zei je. Dat is leuk, zei je. Ik wilde graag naar Zuivelland. Carl, wat is er gebeurd? Ik zei dat je niks mocht aanraken. Sorry, pap. Het was een ongeluk, maar het is opgelost. En Carl redde je awards. Ik heb toch niet echt een keus? Ik ben een knuffelaar, geen knokker. Nou, veel geluk ermee. Help hem, Carl. Breng gerechtigheid. Alexis, ik ga je helpen. Ik ga je leren hoe je een stoere gast wordt, zodat niemand je nog pest. Oké. Maar eerst moet ik nog... Het is zeker weer een maandag, hè? Later die dag. Welkom op de Valkonschool van Stoere Gasten. Ik ben jouw leraar, Carl Casagrande. Waarom? Wat doe ik hier zo hoog? Het gaat allemaal om je houding. We werken aan je zelfvertrouwen. Door op stelten te lopen? Het is een oefening. Wil jij je groot voelen? Dan moet je groot worden. Juist, ik ben groot. Ik ben een grote reus. Hé, hey, een vogel. Ik ga vallen! Alles oké, klein ventje? Laat me je... Oeps, nu heb ik je eigen poep op je gesmeerd. Rustig maar, vogeltje. Ik maak je schoon. We hebben heel veel werk te doen. Eén bad later. Oké, nu je dus je houding hebt, soort van, gaan we werken aan je taal. Stoere gasten als ik en Elf Falcon zijn allemaal goed in afzeiken. Let op.
Jouw shirt is stom. Heeft mijn vader voor me gekocht. Waar kocht hij het? Bij Dumbo Kleding soms? Nou, ik denk in het winkelcentrum. Nee, dat was een voorbeeld van afzeiken. Goed, nu jij. Jouw huis is heel erg... gezellig? Wauw, dat was slecht. Oké, luister. Als je twijfelt, zeg iets over hun haar. Dat werkt altijd. Jouw haar is nogal vettig? Au, man. Die komt binnen, zeg. Het spijt me. Ik wilde niet... Nee, hou vast aan wat je zei. Plus, een stoere gast maakt nooit excuses. Nu je de basisdingen weet, doen we het voor het echie. Hey, Carol. Alexis. Hoe gaat-ie? Bobby, jouw haar is zo slecht. Als het zou ruilen met die vieze bezem, zou het nog een verbetering zijn. Ik heb denk ik iets in mijn oog. Ben zo terug. Het is je gelukt. En hoe voelt het? Vreselijk, maar ook machtig. Maar toch vreselijk. Mooi, dit gaat de goede kant op. Nee, ik lijk op een bezem. Waarom heeft niemand me dat gezegd? Ik voel me daar wel heel slecht over. Nee joh, we hebben nog werk te doen. Nu je de houding onder de knie hebt, moet je er ook afschrikwekkender uitzien. Als eerste, stop met de hele tijd glimlachen. Zet eens een keer een woest gezicht op, zoals dit. Zo zie ik er toch niet uit, of wel? Nee. Je kijkt als een lief katje. Ik wil een angstaanjagende leeuw zien, gast. Sorry, ik ben nu in een te goede bui, denk ik. Probeer aan iets te denken dat je boos maakt. Bedoel je dan zoiets als dat ik niet naar de bandrepetitie kan? Nee, dat maakt me niet boos. Het maakt me verdrietig. Ik hou van bandrepetitie. Oké, stop. Geen tranen. Ik kom wel met iets anders. Dat is het. Je krijgt een litteken. Dat is cool. Aha! Doe me geen pijn. Rustig. Dit doet geen centje pijn. De volgende dag. Hé, hey, jongens, nou, wacht op mij. Een nieuwe look werkt vast goed. Iedereen lijkt heel erg bang voor me. Ja, dat klopt. Plus, ik heb vanochtend geruchten over je verspreid. Het is de laatste stap in jouw stoere gas makeover. Reputatie. Wat voor geruchten? Ik hoorde dat hij een volwassen man liet huilen. Ik hoorde dat een duif op hem poepte en hij werd zo kwaad dat hij op de duif terugpoepte. Wat? Het is een beetje waar. Nou, ga ervoor en laat niemand meer een loopje met je nemen. Goed gedaan, Carl. Je bent een goed mens met heel erg glanzend haar. Ja, goed, hè? Nee, mop. Dat is de Holstein. Ga lager in je jerseybereik. Oh, meneer Kokosnoot. Ik wil zo graag mevrouw Bernardo vertellen dat ik de rol heb. Die doet een ronde dansje, mop. Aww. Nou, klas, jullie kijken naar een vrouw die de hele nacht huilde. Ik bedoel, haar emoties oefende. Ik auditeerde voor een grote rol en werd afgewezen. Voor de 14e keer. Een personage dat me aanspreekt, op mijn lijf geschreven. Waarom? Waarom ontloop je mij, Vicky de Vaars? Louanne, heb ik het gemist? Heb je mevrouw Bernardo het nieuws verteld? Misschien dat een sprankje goed nieuws mijn leed kan verzachten. Kom, Louanne. Wat is jouw blijde bericht? Zij kocht een nieuwe strik voor me. Is het niet een prachtding? En de pijn schijnt verder. Louanne, wil jij de warming-up doen? Ik ga tragisch piekeren in de coulissen. Ik weet dat ze van slag was, maar mevrouw Bernardo had moeten weten dat jij gecast bent als Vicky. Ze is je mentor. Ben je wel goed bij je allerschattigste krullenhoofdje? Dat is precies de reden waarom ik niks zei. De rol betekent veel voor haar. Ontdekken dat ik hem heb verscheurd haar. Dat kan ik echt niet. Ik pak mijn script. Dan kan je me helpen leren tijdens de lunch. Wauza, het ligt niet hier, mop. De laatste keer dat ik je ermee zag was vanochtend, tijdens toneeles. Dan liet ik het daar liggen. En mijn naam staat op de voorkant. Oh, Benny, dit is niet het moment voor taartgrappen. We moeten het script halen voordat mevrouw Bernardo het ziet. Ja!
Oké, spelers. Op je plek voor de mim-begrafenisscène. En onthoud, laat je lichaam het huilen doen. Daar ligt het script voor mijn nieuwe one-woman-show. En Doek! Wat toevallig ook de naam is van mijn show. Wow. Heb je misschien ook iets in de trant van... je acteercarrière is geen klucht geweest? Ik heb deze met kleine katjes. Oh, dat vrolijk me wel iets op. Ik zat in een geprezen productie van Cats in 89. Cats met een K was een juridisch ding. Oh, laat ook maar. De katjes lijken wel te lachen om mijn lijden. Nou, dat was niet gescript. Hey, mevrouw Bernardo, kunt u ons helpen? Mevrouw Appelbloesem heeft een grote dansvoorstelling vandaag en ze zou graag feedback van u willen. Hier? Midden in de supermarkt? Ja, u zegt zelf altijd, de wereld is een schouwtoneel. Ken je ook de kan-kan? Ken je ook de kan-kan? Vervloekte zuivel. Overal waar ik heen ga, achtervolg je mij, lactoseduivel. Ah, dank je. Graag gedaan. Wat? Wauw. Feta, waterval, milkshake Mont Blanc, boerenkaasberg. Joh, dit magische zuivelavontuur was echt een reis als geen ander. Nou, zeker, Tippy. Oh, zuivelpetermoe. Mijn maag roert om als ik eraan denk dat deze droom zal gaan eindigen. Oh, maar dat hoeft niet, kleine kaasvrongel. Je kunt altijd de deur naar deze betoverde plek vinden in de zuivelhoek van je kruidenier. Kaas en yoghurt en roomijs met fruit. Ja, deze zuiveldroom komt uit. Goeie repetitie, mensen. Lunchtijd. Over een uur weer terug. We willen niet te laat zijn voor ons eerste optreden. En waag het niet om in de rij te gaan staan voor een funnelcake. Ik heb het tegen jou, Cheryl. Zeg, cheese. Bedankt. Die koester ik voor altijd. Het is blijkbaar geen beginnersgeluk. Yep, dat kind moet uit de weg. En ik weet ook al precies hoe. Ik kom je ophalen, mi amor. Mam, je verstoort mijn complot moment. Het spijt me, Micho. Doe maar net alsof ik er niet ben. Ik bedek mijn oren. Dank je. En nu de lijm. Wat zijn jullie aan het doen? En waarom is Carl zo aan het lachen? Ja, we maken een... Denk aan wiens toetjes jij een week lang krijgt, duif. Ja, wat wil je nu weer, Carl? Lieve regenboog eenhoorn vriendschapuur staat aan. Ik mis nu het begin. Anohai Cheng, ik daag je officieel uit voor een plankbreekduel morgen. Verliezers verlaten de karateklas. Voor altijd. Nee, dank je. Wat? Oké, ik snap het. Je bent te bang. Oh, goed, ik duelleer met je. Maar niet gaan huilen als je weg moet uit de klas wanneer ik win. Lieve regenboog eenhoorn vriendschapuur. Oh, jij gaat verliezen. Succes! Oké, ik wist niet dat we vanavond een wedstrijd hadden. Maar ik ben blij hoe gemotiveerd jullie zijn. En start! Wow, je breekt zoals twijgjes. Of crackers. Wat is dit? En tijd! Kaalbrakker, 14! Wauw, geweldig! En Adelheid,
Hè, nul? Ja! Ja, ik heb je vet ingemaakt. Gefeliciteerd, Carl. Dan denk ik dat ik weg moet. Wacht, ga je weg? Yep, dat had ik beloofd. Ik ben er klaar voor, Par. Waar moet ik de planken neerleggen? Niet nodig, joh. Ik heb speciale promoplanken laten maken. Let op! Oh ja, kom bij Par's Dojo. Best wel gaaf, hè? Ja, gaaf. Blij dat je dat vindt. Tussen jou en mij, we moeten echt indruk maken en leerlingen zien te werven. Anders zal ik de dojo moeten sluiten. Moeten sluiten? Voor altijd? Ja. Onze klas is super klein. En Adelheid kwijtraken kwam hard aan. Dat was een kwart van het geld dat ik kwijtraakte. Hoe dan ook, ga jij maar opwarmen. Ik haal de panier die ik heb gemaakt. Daar staat mijn gezicht ook op. Wat doen we nu, Sergio? De dojo gaat dicht als we de demonstratie niet doen. En karateklas vind ik het leukste. Misschien ben ik nu wel sterk genoeg. Auw! Kusje erop, kusje erop. Wacht, kus het zelf maar. Oké, nu een nieuw plan. Dat is aan jou, makker. Ik heb al jouw toetjes van volgende week. Mijn advies, ga anders vals spelen. Te gek, ontbijtbot. Appels kun je nu. En nu wat harder fruit. Misschien kokosnoot, ananas? Ik kijk in de kantine. Ben zo terug. Oh, hoi, Carl. Huh? Raar. Waarom werkt hij nu niet? Wat? Ik zal de snelheid eens verhogen. Zijn karate is nep! Bars, Dojo stinkt! Vaarwel, Dojo. Dit was slecht! Iedereen wacht! Oké, ik speelde vals. Maar Par is een goede sensei en onze dojo is cool. Ik kan het bewijzen. Adelheid is een karate-genie, getraind door Par. Het enige dat ik wou horen was jij bent beter. Goed, kom op. Oh ja? Krijg ik gratis speelgoed als ik een paar filmpjes maak? Ja, er zijn zat kinderen die online speelgoed uitpakken. Het is echt een ding. Als je wil, kan ik je helpen. Sorry hoor. Ik weet hoe ik met speelgoed moet spelen. Hey jongens, kijk dit nieuwe speelgoed eens. Het is een gloednieuwe brandweerauto met een echte sirene. Stuur me gratis speelgoed. Nog steeds no views? Waarom kijkt er niemand naar mijn filmpje, Nugget? Wow, daar is mijn lievelingszusje. Zijn dat nieuwe schoenen? Wow, stijlvol meid. Laat me raden, je kreeg helemaal geen views en je wil mijn hulp? Ze is goed. Als je mijn hulp wil, doen we het wel op mijn manier. Echt niet. Niemand zegt mij wat ik moet doen. Geniet van je nul views. Nee, wacht. Alsjeblieft. Ik kan niet wachten tot mijn verjaardag. Ik wil het speelgoed zo graag. Ik heb het nodig. Oké. Ik wist wel dat je bij zou draaien. Ten eerste, film vanuit de goede hoek. Lalo, jij kan onze cameraman zijn. Ten tweede, en het belangrijkste, je hebt een gimmick nodig. Een ding waardoor je opvalt. Hoi, ik ben Cal, de opskop speelgoeduitpakker. Auw, kijk eruit. Ik ben geen piñata. Hey jongens, dit is vlammende hete speelgoedrecensies. Ik bekijk speelgoed dat hot is en drink een nog hetere saus. Ik ben Carl. Ik spring een gat in de lucht van dit speelgoed. Het is springtastisch. Oeh, een springstok. Kijk mij eens. Dit is vet leuk. Sergio, die is van mij. Koop er zelf een. Ja,
speelgoed. Het is zo gek dat het zomaar zou kunnen werken. Ja! Hits in een paar uur? Dat is geweldig! Trots ouderen is moment! Oh, goed gedaan, sidekick! Jij bent de sidekick! Ik ben de ster, jochie! Hoi, Karel! Er is een pakketje voor je. Fijne dag nog! Dank je, Mirtha! Eens kijken! Beste Karel, wij van Toy City vonden je filmpje leuk. Jij en je vogelsidekick zijn zo cool! Zei je toch? Speel alsjeblieft met dit speelgoed in je filmpje. Alle buit nog aan toe. Het werkt, kijk. Dat is het. Dat voor mij, geen vier. Jongens, bewaar het voor het filmpje. Wauw, een gloednieuwe raceauto. We gaan een stukje rijden. Ah, achteruit. Ik mag als eerste. Hey! Koop er zelf een. Koop zelf een popcorndroom. Ah, dit is pas leven, hè Sergio? Echt wel? Ik ga eens lekker zonder.